Hallo allemaal. Leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is vrijdag. Ik ben vanmorgen heel even naar school geweest om een examen op te halen. En daarna ben ik gelijk weer naar huis gegaan. Ik heb namelijk sinds gistermiddag heel veel hoofdpijn, maar ontzettend veel. Het geeft niet weg. Ik heb nu nog steeds heel veel hoofdpijn. Ik ga even douchen, want Rio heeft zojuist hier ergens. Ik weet even niet waar het zit nu, maar... Oh, er zit ook nog een veer in mijn haar. Rio, die heeft dus net op mijn hoofd gepoept. Maar ja, ik wilde toch wel gaan douchen, dus ik ga nu gewoon lekker onder de douche. Deze trui zit trouwens ook ondergekakt op mijn rug. Op mijn broek. Zit een vlek. Het gaat goed. Ik ga me in ieder geval omkleden. Dus ik zit eigenlijk al zeg maar de hele dag gewoon ziek thuis. Joggingsbroek. Eigenlijk deze trui aangewild. Maar helaas. Chantal komt zo meteen trouwens aan deze kant. Want zij heeft nog een paar spullen bij mij. Dus die komt ze zo brengen. Ik wil een dikke warme trui aan. Maar die zie ik nou even niet hangen. Dat vind ik heel jammer. Want ik heb het echt mega, mega koud. Is dit mijn vlies trui? Ja. Mijn zwarte vliestrui. Ik krijg de meest lelijke outfit ervan aantrekken. Maar hey, ik zit toch thuis. Dus wat maakt het uit. Ik ga even douchen en mijn dingen doen. En de camera opladen, want die is leeg. Dus dat ga ik even doen. Goed. Ik ben aangekleed. En lekker gedoucht. Ja, aangekleed. Het is mooi hoe je het kan noemen. Ik zal even een borstel door mijn haar heen. Niet dat het dan gelijk goed zit, maar joh, ik ben toch thuis vandaag, dus wat maakt het allemaal uit hoe het zit. De enige die zo langskomt is Chantal, die heeft me echt wel vaker met een morning gezicht gezien. Dus ja, ik ga het even in mijn bed liggen, heel even. Ik ben echt nog steeds niet lekker en ik heb het alleen maar koud. Dus ik heb ook een lekker warm vliesdekentje hier. Waar ik lekker een beetje onder ga liggen. Want ik heb het echt veel te koud. Even kijken hoor. Dit moet onder. Als mijn hoofdpijn ook gewoon zakt, is er verder niks meer aan de hand. Maar het is zo raar, want ik heb echt gewoon bijna nooit hoofdpijn. Heel soms, maar echt gewoon pijn en nooit. Dat ik dan nu in één keer hoofdpijn heb, dat vind ik wel echt raar. Maar ook gewoon heel vervelend. Want ik ben geen hoofdpijn gewend. Even een handdoek voor me. Nog wat natte haar. Dan blijft dat gewoon een beetje droog. Goed, ik heb nu 1 deken, 2 deken en 3 dekens. Heel even mijn ogen dicht. Ik ga heel even slapen. Ik heb vannacht niks geslapen, dus ik ben echt kapot. Ik moet zometeen nog naar de apotheek. Moet ik ook nog doen. Dus ja. Komt wel goed. Goed, Chantal is inmiddels geweest. Die heeft een hele leuke mintgroene trui meegebracht. En ik moet zoiets ophalen bij de juwelier. Een kettingje waarin zij de letter K heeft laten graveren voor me. Dus dat is super, super nice. Ik moet even 2 apps verwijderen. Ik heb trouwens 3 dagen geleden een hoesje laten maken. En die is vandaag binnengekomen. Dat is dit hoesje. Een hoesje met allemaal foto's. Alleen jammer dat op mijn moeders hoofd in een cameragat zit. Maar voor de rest is die heel erg leuk geworden. Jesse zie je hier bijna niet meer. Natuska en Chantal zitten hieronder. Die zie je ook bijna niet. En mijn opa's hoofd is er ook half afgesneden. Maar goed, ik weet wie erop staat. Ik weet hoe en wat. Poeh, het is warm. Ik ga even mijn trui uitdoen. Best warm hier. Dus daar ben ik heel blij om. Die is vandaag binnengekomen. Ik wilde heel lang iets met allemaal foto's. En die heb ik nu. Dus daar ben ik heel blij om. Mijn moeder is van alles aan het doorsturen. Ik moet allerlei foto's zo gaan uitprinten. Ik moet zo nog even een klein boodschapje halen.
even nog een paar dingetjes aan school doen. En dan ga ik ze ook naar de apotheek medicijnen te halen. Dus ja. Het is warm. Het is heel warm in mijn kamer opeens. Ik weet niet hoe dat komt. De kerstboom staat trouwens als enige lampje gezellig nog te branden. En mijn rolgordijnen zijn dicht. Omdat ik hier nog steeds heel veel over ben, heb ik kan vrij weinig licht hebben. Maar goed, ik ga een paar dingen checken en dan ga ik naar de apotheek. Ik ga gelijk even medicijnen halen voor mijn hoofdpijn, want het is echt, oh, het is killing. Goed, ik ben inmiddels onderweg. Het licht moet een beetje bijstellen, zie ik al. Ja, daar is hij. Ik ben inmiddels onderweg naar het centrum. Ik ga even naar de apotheek, naar de kruidvat, ik moet naar de Albert Heijn. Ik moest nog iets halen, maar dat weet ik nu alweer vergeten. Mijn hoofdpijn is nog steeds aanwezig. Die was net even weggezakt. Maar nu niet meer. Die is nu gewoon weer back to waar die was. Maar goed. Ik vind, blijf hem zo leuk vinden. Dus ja, in ieder geval. Ik krijg een appje. Wie krijg ik een appje? Ik heb een boodschappentas bij. En ik ga alleen dingen halen die ik nodig heb. Ik heb gesprek gehad met mijn ouders. En daar ben ik op zich ook gewoon niet. Ik ga er daar niet moeilijk over doen. Ik vind het gewoon ook goed om te vertellen. Ik ben op zich iemand die vrij makkelijk geld uitgeeft. Het is, oh, dat koop ik wel even of aangeef niet. Koop ik wel, doe ik wel, is gewoon leuk. Dat is bij mij wel een ding waar ik wel mee moet ophouden. En dat gaan we dan nu ook doen. Al het geld wat ik binnenkrijg, dat blijft op mijn rekening staan. En ik ga 100 euro per maand overmaken naar mijn eigen rekening of binnen. En dat daar doe ik het mee voor die maand. Op is op. Als ik echt dingen nodig heb van kleding en dat soort gekke dingen, dan wordt het uiteraard van de andere geld gedaan. Maar ik heb nu pas allemaal winterkleding gekocht. Ik heb pas nieuwe schoenen. Ik heb een nieuwe jas. Ik heb een nieuwe tas. Ik heb nu een rugtasje die ik gebruik. Dus ik heb op zich niks nodig. En dat wil ik ook gewoon gaan proberen. Ik heb trouwens niet eens schouders voor een rugtas. Echt irritant. Maar goed, ik wil het gewoon daarbij houden. Ik wil gaan leven van een bepaald budget. En niet meer alles makkelijk kunnen uitgeven. Dus dat is nu de status. Ik ga nu een paar boodschapjes halen. Een paar boodschapjes die nodig zijn. Ik moet naar de kruidvat en ik moet even naar de apotheek wat ik net zei. Dus dat ga ik nu halen. En meer ga ik gewoon niet halen. Ik ga gewoon letten op wat ik koop. Ik heb niet alles nodig en ik hoef ook niet alles te hebben. Dus ja, dat is een beetje hoe ik het nu wil gaan doen. Goed, ik loop inmiddels op het winkelcentrum. Het eerste wat ik nu ga doen, even naar de apotheek. Het rode trouwens komt terug in mijn haar, zie ik. Oh jee, moet weer verven. Nee hoor. Nee, we gaan eerst even naar de apotheek. Ik denk dat het langste duurt. Ik hoop dat het rustig is. En als het niet rustig is, heb ik pech en dan moet ik wachten. Daarna naar die Albert Heijn, juwelier en daarna zijn we klaar. Goed, medicijnen heb ik. Ik heb de helft meegekregen. En de andere helft doe ik later. Ik heb niet zo'n zin om nu alles gelijk mee te nemen. En als ik er misselijk van word, wat ten duur, dan moet ik ermee stoppen, want dan kan ik er schijnbaar niet tegen. Maar dat word ik toch wel, want ik kan er niet tegen. Maar goed, we gaan het gewoon weer proberen. In ieder geval nu naar de kruidvat. En daarna naar de Albert Heijn. Goed, het is misschien even een gewaar zitje in de metro. En met de regen heel hard buiten. En mijn opa en oma zijn nu in het centrum. Dus ik ben nu met alle boodschappen daarheen. Zodat ik met hun mee terug kan rijden, zodat ik niet het hele stuk hoef te lopen in de regen. Ben ik lui? Ja.
idioot. Ja. Is het onnodig? Ja. Goed, ik ben lekker omgekleed. Ik heb lekker mijn slaapsetje aan van de Primark. Ik leef hier echt in 's avonds. Ik vind het zo chill. Ik ben niet iemand die snel hele dikke pyjama's draagt als ik slaap. Omdat ik het heel snel heel warm krijg. Maar daarentegen vind ik dit gewoon heel chill. Dit is dus gewoon een topje en een korte broek. Ga ik nu helemaal laten zien. Maar het is echt super super leuk. Dus daar ben ik heel blij om. De reden dat ik trouwens vandaag vlog, laat me mijn deur dicht doen. En laat me deze aanzetten. De reden dat ik dus vandaag vlog, dus ik heb daar een hele goede reden voor. Want het is namelijk zo dat jullie dit zien de dag voor 1 december. En 1 december... En mijn kussens van mijn bed ondertussen. 1 december... is natuurlijk de eerste Vlogmasdag. Dus vandaar dat ik het zo doe. En tot nu toe vind ik het heel goed gaan. Ik ga zo meteen de video editen. En de upload tijden van de Vlogmas video's zullen 7 uur zijn, 's avonds. Zodat het soms nog wat speling geeft om de video te uploaden. Mocht er nou een keer een dag niet lukken, omdat ik natuurlijk wel gewoon met mijn opleiding en stage en alles zit. Mocht dat niet lukken, dan zou je misschien een video missen. Komt er niet om 7 uur, dan weet je dat ik dus die dag even skip. Omdat ik de dag daarvoor dus niet gefilmd heb. Val me daar niet gelijk op aan. Ik ga mijn best doen, wat ik net al zeg. Het is mijn hopelijk laatste schooljaar en het is mijn drukste jaar. Dus ik wilde eerst weken gaan doen. Toen dacht ik, nee, dat wordt helemaal een rommeltje. Dat wil ik niet. Vervolgens dacht ik, ik ga het gewoon proberen. En we gaan kijken hoe het afloopt. Dus dat gaan we dan ook gewoon doen. Ik ben even een paar leuke kerstvideo's aan het kijken. Om alvast een beetje in de stemming te komen. Want het is tenslotte morgen 30 november. Wat betekent nog officieel 1 dag voor mij. En dan gaan we van start met Vlogmas. Ik heb er heel veel zin in. Ik ben benieuwd hoe het gaat lopen. Maar we gaan ervan uit dat alles goed komt. In ieder geval heb ik het gezellig gemaakt. Ik heb hier lichtjes aan. Daar staan lichtjes aan. Daar staat de kerstboom al te branden. Om alvast een beetje in de kerststemming te komen. Ik heb verder nog niks gedaan in kerstspullen. Dat gaan we waarschijnlijk het weekend na Sinterklaas doen. Dus volgend weekend. It is what it is. Ik hoop dat alles een beetje blijft meewerken. De maand december dat mijn camera het blijft doen. Dat mijn laptop het gewoon blijft doen. Dat ik gewoon kan blijven editen en uploaden. Maar we gaan er wel vanuit. In ieder geval ben ik even lekker aan het relaxen. We zitten ondertussen ook op Instagram. Een paar mooie posts van iedereen te kijken. En te doen en te lezen. Dus ja. Goed. Ik heb heel even mijn spulletjes gepakt en gedaan. En geregeld en afgemaakt. Ik heb mijn oplaadkabel erbij gepakt. Of tenminste de kabel van mijn camera. Want ik ga deze vlog editen. Aangezien deze morgen online moet. En ik alvast een beetje in de spirit wil komen van het nu vloggen, nu editen en morgen online. Wil ik er wel voor zorgen dat het allemaal op tijd klaar is. Dus dat ga ik nu doen. En dan ga ik ook lekker op tijd slapen. Het is best koud in mijn kamer, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar goed, ik ga editen. Ik ga dit en daarna laat ik hem gewoon lekker zijn ding doen. En ga ik lekker slapen. Heel raar, maar als ik voor jullie zeg tot morgen, dan is het voor jullie ook tot morgen als in welkom bij morgen de allereerste dag van Vlogmas. Happy Vlogmas.
heb er heel veel zin in. We gaan het allemaal meemaken wat er deze maand allemaal gaat gebeuren. Het is voor mij een belangrijke maand. Ik heb heel veel examens te doen deze maand en opdrachten. Dus ik ben heel benieuwd. We gaan het meemaken.